Ik ben Martin Hierk, ben 39 jaar en ik kom uit Utrecht. Ik ben werkzaam voor Vogelbescherming Nederland en ben natuur- en reisfotograaf. Ik werk ook voor Birding Breaks, waarvoor ik vogel- en fotografiereizen begeleid. En vorig jaar heb ik mijn eerste boekje op de markt gebracht, Tuinvogels voor de Lens. Een praktijkgids voor mensen die willen beginnen met het fotograferen van hun tuinvogels. Beweging is van essentieel belang om tot goede natuurfoto's te komen. Je onderwerp, vogels of zoogdieren, zitten namelijk nagenoeg nooit stil. En om ze goed, mooi, scherp vast te leggen, betekent het dus dat je je camera zo moet gaan instellen dat je tot snelle sluitertijden komt. Om tot snelle sluitertijden te komen, zorgen we in eerste instantie dat we het diafragma niet al te hoog houden. We kiezen voor een 4 of een 5.6. Daarnaast kunnen we bijvoorbeeld de ISO-waarde wat opschroeven, waardoor we snellere sluitertijden creëren. Het is wel zo dat afhankelijk van de kwaliteit van de camera een hogere ISO-waarde vaak ook wat meer beeldruis tot gevolg heeft. Bij voldoende licht en een juiste aangepaste ISO-waarde heb je nu de juiste sluitertijden om bewegende objecten goed en scherp vast te kunnen leggen. Wordt het licht al snel wat minder, zal je dus je camera-instellingen opnieuw moeten gaan aanpassen. Om snel bewegende onderwerpen mooi vast te leggen, kun je de zogenaamde panningtechniek toepassen. Hiermee draai je met het objectief mee met je onderwerp, zoals dit. Voorwaarde is wel dat je je camera op dezelfde snelheid meedraait als je onderwerp. Maar waarom altijd kiezen voor haarscherpe foto's? Juist in de natuurfotografie kan het heel mooi zijn om een bewegend onderwerp als een groep vliegende vogels of een ree wat heel mooi over de hei voorbij komt met de juist hele langzame sluitertijd vast te leggen. Op deze manier ontstaat een veel meer creatieve manier van fotograferen. Het is maar net of je het mooi vindt. Die langzame sluitertijden zijn dan niet alleen van toepassing op snel bewegende onderwerpen, maar bijvoorbeeld ook een bos in de winter kan je met langzame sluitertijden en een beetje meebewegen met je camera tot hele abstracte en hele creatieve natuurfoto's komen. Kijk, door een hele lage sluitertijd en de camera iets op en neer te bewegen, krijg je dus hele mooie abstracte foto's zoals deze. Hier is hij mislukt, hier ook. En hier wordt hij al een stuk creatiever. Het is een hele moeilijke vorm van fotografie. Dus let bij bewegende onderwerpen goed op de volgende zaken. Een goed en stevig statief is onontbeerlijk. Wil je je onderwerpen die bewegen juist op een creatieve manier vastleggen, dan doe je dat met lage sluitertijden. Wil je ze bevriezen, zoals dat genoemd wordt, dan doe je dat met hoge sluitertijden. Een snelle camera en een snel objectief zijn absoluut een must om tot mooie foto's met bewegende onderwerpen te komen. En als het om snel bewegende onderwerpen, als bijvoorbeeld vogels gaat, lees dan eerst eens flink wat informatie over de betreffende vogel die je wil vast gaan leggen. Breng het geleerde maar eens in de praktijk en doe mee aan de Vroege Vogels fotowedstrijd met als thema beweging. Kies zelf of je juist een hele scherpe foto of een wat meer creatieve foto wilt inzenden.